Christiana komt niet ver. Eindhoven onderschept veel. Het was buitenspel van Koch, maar de aanval wordt overgenomen. Guvens nu krijgt die bal terug van Grabovac. En ruimte voor Kaslauskas. De Amerikaan met het schot en de handen van Zahari. Paridaans moet opruimen. Guvens met de rug naar de goal. Geeft handig mee. Vervoort grijpt in. De indraaiende hoekschop. Zahari stompt die bal weg. Dada wil er een vervolg aan geven. Dat mislukt. Dus krijgt Helmondspot nog een herkansing. Geplaatste bal achterin. En hij zit erin. En het is weer Guvens. Veel kansen heeft Helmondspot nog niet gehad. De indraaiende hoekschop wordt slecht verwerkt. De bal komt bij Guvens. En die vindt een klein gaatje in de verre hoek. En de topscorer heeft alweer zijn 7e doelpunt. Stachnik onderschept die bal. Van Gele, Bourdouche. Van Gele en Bourdouche lopen elkaar dan in de weg. En de ruimte ineens voor Kaslauskas. Kaslauskas legt die bal neer. De kans voor Guvens. En een tweede mogelijkheid laat hij niet onbenut. Super Turk wordt hij liefkozend genoemd door de Helmond Sport fans. Hij heeft zijn draai weer helemaal gevonden in Helmond. En Rula Guvens scoort zijn 8e doelpunt van het seizoen. En brengt Helmond Sport weer op gelijke hoogte met Eindhoven. Guvens, handig achter zijn standbeen langs Kaslauskas. Ze zijn met z'n vieren. En als ze het uitspelen is het raak. Maar dat is er niet, want Brouwers schiet over. Kaslauskas. Justiana gaat, maar Kuipers liep een beetje in de weg. Dus is het maar breed op Ter Horst. Nu alsnog Justiana. In de extra tijd van de eerste helft. Guvens met een schot. En wat voor een schot. Alles, maar dan ook werkelijk alles wat Guvens aanraakt, verandert in goud. Hij krijgt de bal in zijn voeten, heeft heel veel tijd en ruimte, maar het schot is fantastisch.